Yo mensen, Jarask hier en welkom bij weer een nieuwe Road to Commander aflevering natuurlijk hier op mijn kanaal Jarask Gaming. Mensen vroegen of ik een keertje Headquarters kon gaan spelen. En dat wil ik dus op dit moment ook gaan spelen. We spelen nu Headquarters op de map Slums. Dit is het beste spawn system dat ik ook maar kan verzinnen hier. What the fuck man. What the fuck jongens, ik ben hier gespawnd ouwe. Ik kon hier heel dom doen, maar dankjewel voor de kills. Maar dit is Headquarters, ik heb serieus Headquarters nog bijna nooit gespeeld. Dit spawn systeem, what? Oké, het spawn systeem is echt gewoon scheidkut. Het enige wat ik weet van Headquarters is dat ik nu dood ga, dat ik niet meer kan inspannen. Dat is het enige wat ik weet, dus ik moet nu even gaan opletten. Want als ik nu dood ga, kan ik niet meer inspannen. Nu moeten we gewoon die Headquarters houden, krijg je 5 punten per 5 seconden of zo. En ik ken deze hele game mode niet, maar jullie vroegen erom, dus ik wil het gaan spelen natuurlijk ook omdat jullie erom vroegen. Want ik vind het leuk om steeds even een keertje een andere game mode te spelen. Dus we gaan kijken wat we hier kunnen gaan verrichten, man. Ik vind het wel een keertje leuk om iets totaal anders te spelen natuurlijk, dan Domination Team Members of wat dan ook. Dus kom erop jongens, lopen er hier 3. Oh, ik schiet alles mis, lekker bezig Jan. Komt er eentje achter me, kom maar. Dankjewel, en er is sowieso ook nog eentje hier denk ik. Ja, daar komt hij. Oh shit, oké, nu ben ik doodgegaan, nu kan ik dus niet meer inspannen. En dan moeten we dus nu wachten tot de Headquarters kapot is gemaakt. En we krijgen nog steeds punten erbij. En we staan alweer 10 om 2, maar in deze serie. Heel snel uitgelegd voordat de Headquarters kapot is. Ik upload elke poekje dat ik speel van level 1 tot en met level 55 natuurlijk. Totdat ik prestige kan doen. En daarnaast probeer ik nog eens een keertje de Lowstar uit mijn care packages te halen. Dus we zullen vanzelf gaan zien of dat natuurlijk gaat lukken. En oké, we kunnen weer inspannen. Doe ik meteen mijn care packs natuurlijk in, want die hebben we nog staan. En dan gaan we kijken wat we nu kunnen gaan doen hier, Roman. Kom dan, pussy. Kom dan, pussy. Pussy. Nice. Go, teammate. Oeh, teammate heeft een orbital visit. Nice. Wacht, snel mijn carepacks te pakken dan. Want ik kan misschien ook wel een orbital halen. Wat zit erin? Hunter Killer of... Oh, R6D. Die mag iemand anders hebben. Pak hem maar, teammate. Ik hoef het er niet. Oh, ik zit... Oh, teammate. Spant er een achter je. What the fuck? Die spawns op Headquarters zijn echt raar. Zie je? Ik loop hier in en één keer staat er gewoon een enemy achter. Maar daar klopt toch echt iets niet van, lijkt mij. Maar... Nou, het zal natuurlijk wel. Het is een game wat ik bijna nog nooit heb gespeeld. Dus ik weet het natuurlijk ook allemaal niet. Maar de HQ is active. Ik weet ook dat als je op deze Headquarters gaat zitten en ik maak nu een kill, dat ik 200 punten erbij krijg. Dus ik ga even kijken of ik een killetje kan oppakken, man. Kijk maar, zie je 200 punten. Dat is het enige wat ik weet van deze hele game mode. Oké, nu doodgaan is niet meer inspannen omdat we de Headquarters weer hebben. Dus opletten, geblazen is het nu. Oké, let's go. We gaan lekker hier, man. Er staat er hier nog eentje, R6D. Die maakt de kill niet, dus maak ik hem wel. Nu heb ik ook een orbital, man. Let's go, jongens. Jarask heeft ook zijn orbital gehaald. Let's go. Let's go, teammate. Mooie kill. Manieus, want je hebt hem nog helemaal niet gekilled. Ik dacht dat hij hem al had, maar hij had hem nog helemaal niet. Let's go. En ik heb nog maar 7 kogels. Shit. Ik moet mijn 7 kogels gaan benutten. Oké, let's go. Nu heb ik alleen nog een knijfje. Dankjewel. Dat is een leuke game mode te houden. Ik ga beest. Jarask gaat beest op Headquarters. Holy shit. Lek. Oh, zag je hem leggen? Zag je? Kijk dan. Kijk die killcam. Kijk. Let op. Oh, hij lekte in de killcam helemaal niet. Oh, bullshit. Ik zag hem toch echt lekken. Ik weet niet of jullie dat ook zagen, maar hij ging zo vooruit. Maar dat maakt niet uit, man. Ik heb een orbital gehaald. We staan 22 om 3. Team met links van je. Ja, kijk. Links van je. Ja, daar komt hij. Ja, oké, we zijn weer ingespannen. Nice. Ik weet niet waarom ik nu al ben ingespannen. Want eigenlijk hoort het nog helemaal niet. Want de Headquarters is er nog. Maar I don't care, want ik kan weer schieten. Oh shit, kijk uit. Er staat er nog eentje achter die auto. Met zijn crossbow, joh. Ga lekker met de crossbow schieten. Daar heb je zoveel aan, denk ik. Maar niet heus. Oké, let's go. Mijn teammate had nog een keer een orbital gehaald. Dus dit gaat echt lekker, jongen. Ik zit in een goed team die gewoon orbitaltjes en altijd troepen halen. Dus dat is nice, man, als je in zo'n team komt. Snel mijn care packs inroepen. Oh shit. Dat is die lagger weer. Zie, hij lekt wel, man, die gozer. Ik zei het je, hè. Shit, ze komen nu allemaal naar me toe. Ik moet nu even gaan opletten, want we hebben nog wel leuk die orbital. Maar ze spannen echt de hele tijd gewoon naast me, man. De care packs is gedropt. Ik weet nog niet wat erin zit. Er lopen hier namelijk allemaal enemies naast me, dus. Want ik ga naar mijn care packs toe. Dead Machine of de Hunter Killer. Oké, nice. Ik heb ook weer een orbital. Dus dat gaat lekker, man. Ding gooien. En gaan met die banaan. Kijk uit, teammate. Komt er nog een. Let's go, teammate. Mooie kills. Let's go, man. We gaan lekker hier, hoor, jongen. Ik moet vaker Headquarters gaan spelen, man. Oké, nu doodgaan is niet meer inspannen. Ik zeg het steeds even opnieuw, zodat ik mezelf er natuurlijk aan herinner. En ik krijg een hitmarker met de Remington. Voor het eerst, ouwe. Je krijgt nooit een hitmarker met die Remington. Maar ja, shit happens. Kom op, teammates. Ga naar de Headquarters toe dan, want die moet je verdedigen. Ik weet niet waarom die nou hier gaat liggen met zijn gouden SPU's, maar... Ja, hé, dat is ook een tactiek, hè? Gewoon hier op de grond gaan liggen, joh. Oké, let's go. Headquarters is kapot. En dan kunnen we weer gaan lopen, natuurlijk. Nieuwe Headquarters zit helemaal achterin. We hebben nog 2 minuten op de klok staan en zit het pokje erop. Orbital is weer ingeroepen via mijn kant. Dus teammate, nou je killmaat. Zit er eentje helemaal achterin. Jan, mooie killmaat. En oeh, teammate heeft een K9 unit. Sowieso, teammate. Je gaat beest. Pak jij die kill? Oké, nice. Dan probeer ik wel gewoon de Headquarters te secure, want daar krijg je ook 200 punten voor volgens mij. Want mijn teammate gaat nu toch alle kills afpakken met zijn K9 unit. Dus dan maar even de Headquarters secure. Potje winnen en dan zit hij erop, man.
Volgens mij gaat dit tot 250, of niet? Ja, 250. Ik zie het links onderin staan. 250 puntjes en heb je het potje gewonnen. En teammates, jullie hebben me geblokt houden. Oh shit. Krijg je 200 punten? Nice, 200 punten erbij. Nice man. Je krijgt hier lekker veel punten man in deze game mode. Holy shit. Dit is awesome. We hebben gewoon nog een orbital in de lucht gekregen. Oh, niet doodgaan, want dan kan ik niet meer inspannen. Oh, dankjewel K9 unit. Dank je. Let's go. Kut, mag ik ook nog een kill K9 of niet? Al die hondjes zitten meer te kill stealen. Kijk, oh, we hebben al gewonnen. We hebben al gewonnen. Holy shit. Deel spookje nummer 1. We spelen natuurlijk altijd 2 pokjes achter elkaar. Dus ik ga daar natuurlijk ook nog een potje achteraan spelen. Dus ik hoop jullie ook te gaan zien bij pokje nummer 1. Allereerste potje headquarters. Nou, heerlijk. Heerlijk gespeeld. Hoeveel score hebben we? 4330. En we hebben een ijscore van 34-4. Terwijl nog een playing game was ook. Dus bedankt voor het kijken mensen naar game nummer 1. En ik hoop jullie ook weer te gaan zien in natuurlijk game nummer 2. Dus tot zo mensen. Alright boys, welkom bij game nummer 2 natuurlijk van deze Road to Commander aflevering. We spelen nu Domination 6 tegen 6 op de map. Op de map? Ik weet welke map het is, maar jullie niet. Op de map? Plaza. Moehaha. Jullie dachten echt, oh, kom op raid, kom op turbo. Ah, Plaza. Maar we gaan even kijken of wij natuurlijk een goede score kunnen gaan neerzetten. Ik pak de MSMC er gewoon weer bij. Waarom? Omdat ik dat gewoon het chillste wapen natuurlijk vind in Black Ops 2. En ik moet even kijken of ik een goede score kan gaan neerzetten, man. Dus kom op teammates, lopen. Niet AFK gestaan. Er staat er eentje stil. Kijk op mijn minimap. Hij staat nog steeds in onze span. Maat, misschien is het handig als je gaat lopen. In plaats van even naar de wc te gaan terwijl het potje al is begonnen. Oké, hier moet je meteen op gaan letten, want daar komen ze natuurlijk al aan. En oh shit, sorry. Je leidt me af, ja. Ja, goed hè. Hoi, hoi. Dat is niet hoi. Goed. Kroketje, ik moet eventjes mijn potje afmaken, ja. Hij is bijna afgelopen. Oké, hij is net begonnen, maar dat maakt niet uit. Pak de B-vlog maar, jongen. Ik kom je helpen. Oh, ik heb hem ook nog. Als ik nou de capture kill had gehaald, dan had ik meteen mijn UAV gehad. Maar ja, die had ik niet. Maar dat maakt niet uit. Ik heb nu wel mijn UAV, dus let's go, jongens. Uh-oh, 3 man voor me. Oh, nee! Wat? Hoe kan hij mij wel raken en ik hem niet houden? Oh, shit. Oh, hij had een assault rifle. Nevermind. Ik dacht dat hij een sub had, man. Want met een sub kan je niet de muur heen schieten. Met een assault rifle kan je wel de muur heen schieten. Dus dat moet je natuurlijk altijd onthouden. Want, ja, dat is wel iets wat heel vaak je een dead oplevert natuurlijk. Als iemand gewoon rennen door de muren gaat lopen sprayen. En oh, mijn teammate gaat hard, man. Dat is nog een Yara ook. Dat gaat een Yara hard hier ook, hè. Met zijn AN94. Let's go, Yara. Kill ze, Yara. Haal je orbital. Haal je streaks. Kom op. Ik heb vertrouwen in jou, man. Jij bent beest. Hij is lekker met zijn AN94 gaan het krallen. En oh shit. Jij bent echt niet... Wat? Hé, volgende keer als ik op je schiet moet je even in één keer doodgaan. Kut, zit er ook in mijn rug. Shit. Ze lopen nu aan twee kanten. Ik blijf er even zitten. Oké, fuck it. Ik ga hier naar binnen. Go. Er zit één iemand achter me aan, man. Oké, ik heb er één. Maar zit er dus één iemand achter me aan. Maar dat ben jij niet. Iemand weet dat ik hier loop, man. Sowieso de hele enemy partij weet natuurlijk dat ik hier loop. Maar ze zitten niet op te letten. Maar één iemand die weet 100% zeker dat ik hier loop. Dus kom jij naar boven of niet? Als hij naar boven komt, kan ik hem killen namelijk. Nee. Shit. Teammate, heeft iemand een UAV alsjeblieft? Kut, Riot Shield. Ik heb bijna mijn orbital. Als ik mijn orbital haal, kunnen we natuurlijk veel meer zien dat je normaal gesproken op een UAV kan zien. Dus daar is mijn orbital, man. Nice. Let's go. Orbital inroepen en dan kunnen we gaan knallen, man, nu. Remington gozer. Noob gozertje. Hij gooit gewoon zijn Bowsing Betty neer, joh. Hij gaat niet gewoon lopen schieten, maar hij gooit gewoon zijn Bowsing Betty tegen mijn kop aan. Dat kan natuurlijk ook. Misschien ook wel een mooie tactiek om toe te passen. Maar kom op. Ze spannen allemaal hier al in de discotheek bij de Skrillex kamer natuurlijk. Dus ga ik inrennen. UAV'tje inroepen. Het is een beetje jammer dat ik hier natuurlijk niet mijn carepacks kan inroepen. En dat komt omdat het hier al helemaal dicht zit. Maar dat maakt verder ook niet heel veel uit. Kom op. Meteen die B-vlag terugpakken. Ik heb hem. Oké, snel mijn carepacks inroepen voordat ik een nieuwe heb. Go. Kijk uit, ze komen hier allemaal naartoe. Ik heb er één. Let's go. Ze loopt er hier nog één. Die heb ik ook. Kijk, ik heb alweer een nieuwe orbital, man. We gaan beest hier, oh. Even wachten op mijn carepacks, want die komt hier. Ik heb nu gewoon alweer een nieuwe orbital. Die ging heel erg snel, jongen. Kijk, drop dat ding. Oké, hij ligt hier. Sentry gun. Oh, of de counter UAV. Nice, counter UAV is wel lekker. Meteen mijn nieuwe orbitaltje inroepen. Dit gaat heerlijk, jongens. Let's go. Ik ben zo blij dat ik eindelijk die orbital heb unlocked, jongen. Want die orbital is zo'n goede scorestreak in Black Ops 2 natuurlijk. Sommige mensen zeiken een beetje om. Maar als je hem zelf hebt, dan kan je er gewoon niet meer om zeiken. Omdat hij zo chill is om gewoon aan te hebben staan, zeg maar, als je in een lobbytje zit. Ze komen hier allemaal aanlopen, dus ik wacht ze even op. Kijk maar op mijn minimap. Er staat sowieso één snipertje. En oh, er komt de riot shield weer. Jij gaat lopen sprayen, ik ga lopen sprayen, maat. Er komt er nog één. Ik heb een 20 streak op dit moment. Kom jij of durf je niet? Oh shit. Kut. Teammate, kan je mij helpen, alsjeblieft? Teammate moet me nu gaan helpen, want ik heb geen ammo meer. Teammate, alsjeblieft. Oh my god. Vraag me niet hoe ik dit heb overleefd, ouwe. Holy shit, balls. Die was episch.
Let's go. Ik kan misschien wel weer een nuclear halen, man. Ik ga even niet meer naar mijn care package kijken. Die care package laten we even zitten, want ik wil even kijken of we namelijk een nuclear kunnen halen. Een nuclear is veel beter dan de care package. Fuck even die care package, jongens. Spijt me als je natuurlijk kijkt voor de care package. Maar nuclear halen is veel cooler, man. Ik heb er al één gehaald in aflevering nummer 2 of zo. Maar nog één halen is natuurlijk nog vetter. Kom jij naar buiten, vriend? Ja, kom maar. Nee? Ga je omlopen? Ah, hij gaat weer terug, joh. Nou, dan ga je weer terug. Maakt mij ook niet uit waar je naartoe gaat, hoor. Als ik je kan killen, vind ik alles goed. Komt hij aan. Kijk, 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 op mijn minimum. Komt hij. Hij komt alsnog, hè, die sukkel. Dat is zo dom, jongen. Oké, okay, we hebben 25 streak. We moeten nog 5 kills en hebben we een nuclear, man. Kom maar. Dankjewel. Even kijken of ik die vlag kan pakken, want dan heb ik weer een nieuwe orbital namelijk. 3, 2, 1. Oh, nee, net niet nog mijn orbital. Ik mis nog een klein streepje, man, ervan. Oké, okay, kom op. Ik moet nu zorgen dat ik die orbital haal. Oké, okay, let's go, orbital. Oké, okay, hier gaan we, man. Nog 3 kills en heb ik een nuclear. Ik laat even mijn carepacks liggen waar die ligt. Ik wil de nuclear halen, man. Oh, zag je die dildo uit de lucht komen vallen? De ronde zit er bijna op. Ik wil mijn nuclear halen voordat de ronde erop zit. Want anders moet ik de volgende ronde doen zonder orbital, man. Oh, shit. Komt er een aan, komt er een aan. Pak mijn hunter killer maar op, die hoef ik niet. Let's go, ik moet volgens mij nog 1 kill. Nee, ik heb hem al. Nuclear. Let's go. Nuclear. Awesome, ouwe. Dat is mijn tweede nuclear in deze serie. Let's go, man. Let's go, dankjewel. Woo! Goed gedaan, teammates. Dat was de ronde alweer. Woo! Hoppatee, 35-2 staan we. Heerlijk potje gespeeld. De Yara die zo bezig ging in mijn team met zijn AM94 is blijkbaar geliefd. Dus ik weet niet waarom die is geliefd, maar hij ging bezig met zijn AM94 aan het begin. Maar waarschijnlijk moest hij eten of zo. Mijn kroket ligt ook naast me. Ik moet even het potje afmaken, man. Ik eet mijn kroket zo meteen op. Oké, kom op. Nu heb ik er zin in, man. We hebben al 1 nuclear binnen. Nu gaan we kijken of we een heel mooi streetje kunnen gaan neerzetten met heel veel unstoppable medals. Maar je moet erbij nagaan natuurlijk dat ik nu geen UAV of een orbital heb, want die heb ik net al ingeroepen per ongeluk. Dus dat is natuurlijk een beetje irritant, maar dat maakt niet uit. A-vlag pakken voor 50 punten, meteen doorrennen naar de B-vlag natuurlijk. En dan kijken of je meteen die capture kills kan oppakken, want dan heb ik mijn orbital alweer. Dus kom op, niet doodgaan, Jan. Als ik doodga, ben ik de lul, dat is het enige wat ik hoef te zeggen. Oké, laat ze maar komen, laat ze maar komen. Ik moet wel even mijn rug checken, want mijn teammate zit er wel, maar die letten volgens mij niet op. Oké, let's go. Ik heb bijna mijn orbital weer. Carepacks gooien. Teammate die heeft die kill. Nice, Rambo, let's go, maat. Nog 1 kill voor mijn orbital. Geen camper alsjeblieft. Ik weet niet meer waar ze zijn, man. Ik ga wel eerst even mijn carepacks oppakken. En dan ga ik daarna spelen voor de orbital. Oké, nee. Ah, shit. Oh, wat een timing. Net als ik naar mijn carepacks toe wil lopen, komt hij aanrennen, jongen. Ah, jammer, man. Echt jammer was dit. Maar dat maakt niet uit. Wat een nuclear gehad, daar gaat het om. Count UAV of de UAV. Nou, heb ik allebei niks zoveel aan. Ik moet een Lodestar krijgen, Call of Duty. Een Lodestar zou het fijnste zijn, want ik heb dat gedeelte van de serie namelijk voltooid natuurlijk. Maar die krijg ik er denk ik voorlopig nog niet uit, man. Die Lodestar. Zit er nog eentje. What the fuck? Oh, zit er nog eentje hier op boven. Had jij je kopje zien, maat? Hij zit daar. Teammate, pak jij hem aan, man. Ik hoef hem niet. Kijk uit, want er komt er hier volgens mij heen. Ik zat al te kijken. Gaat hij daar komen of gaat hij in onze rug komen? En hij kwam sneaky in onze rug, man, die gozer. Mooie tactiek van die vent, want hij had me makkelijk kunnen killen. Maar gelukkig had ik door natuurlijk dat hij eraan kwam, want anders was ik dood geweest daar. Maar we gaan weer door, man. We zijn weer op een streakje bezig. Kom op. Teammates zitten allemaal bij jou, maat. Teammate pak ze, andere teammate pak ze ook. Dan gaan we B-mine weer pakken voor de 200 punten, want we moeten natuurlijk ook zo snel mogelijk levelen. Oh, wacht, laat even de B-vlag zitten, want ze spannen hier namelijk. Oké, laat ze maar komen. Teammate is de B-vlag aan het pakken. Oké, okay, fuck it, ik help je mee jongens, 200 punten. Ik heb liever 200 punten dan dat ik een enemy probeer te backriepen die toch alles misschiet. Want 200 punten zijn toch wel wat meer waard, denk ik. Dan 100 punten. Dan 100 punten, zei ik. Dankjewel. Zo de knetten, weer een nieuwe orbital V-set. Het is echt chill dat ik die orbital eindelijk heb unlocked, man. Die heb ik in de vorige aflevering natuurlijk unlocked. En dat is zo chill, jongen. Als je dat ding haalt, dan heb je hem in de lucht hangen. En hoppatee, je killt iedereen natuurlijk. Oké, okay, behalve hij dan. Oh, ik heb hem ook nog. Longshot met de MSMC. Wat wil je nog meer hebben? Carepacks, waar heb ik jou gegooid? Oh, serieus? Helemaal daar? Oh. Jan, je bent echt één grote mogol. Ja, sorry. Ze hebben mijn carepacks geboobytrapped, man. Dat houdt in als ik hem nu oppak, dan ga ik dood door de explosie die ze erin hebben gezet. Nice kill, teammate. Let's go. Spannen jullie allemaal achter me. Kijk maar op mijn UAV. Op mijn minimapje. Let's go. Jij zit niet op te letten. Er zit er hier nog eentje om RCXD te besturen. Dat is mijn RCXD, maat. Oh, kijk, daar rijdt hij met mijn RCXD. Miep, miep. Gasten met die hap, jongen. Kan ik hem kapot schieten? Dankjewel. Oh, hij is op zichzelf opgeblazen. Oké, nu pak ik de vlag, maar ze spannen nog steeds naast me. Dus nu moet ik even opletten. Als iemand me kan komen helpen. Nee. Oké, ze pakken aan de enemies. Nice, dan komen ze hier niet meer. Count UAV, let's go. Count UAV in de orbital weer in de lucht. En dan kunnen we meteen weer doorgaan, man. Er komt er wel eentje in de rug, zo. Durf je het wel in je eentje aan? 3, 2, 1, jumpshot. En dropshot. Let's go. Had hij nooit verwacht dat ik daar het doekje om kon springen, jongen. Maar ik zag hem natuurlijk op mijn orbital staan. En we zijn 47-3, man. Heerlijk dit. Woo!
Black Ops 2 voor de win! Oh, hij blijft gewoon doorschieten. Dat vind ik zo... Als ik het heel eerlijk mag zeggen, zielig. Als mensen dat doen, dan zien ze je lopen. Dan weten ze dat ze er zitten. En dan blijven ze gewoon non-stop doorsprayen. Ook al raken ze je niet, gewoon door blijven schieten. In de hoop dat je de kill krijgt. Dat vind ik persoonlijk wel zielig om te doen. Maar mensen doen het natuurlijk. Dus ik kan er niks aan veranderen. En het is gewoon een tactiek natuurlijk. Dus je moet er gewoon niet over zeiken. Want het is gewoon hoe mensen spelen, punt uit. En als je erom gaat zeiken, nou, dan ga je er gewoon dood door. Dan ben je gewoon een dikke noob. En als je niet door dood gaat, nou, dan heb je geluk. Pak deze vlag nog even voor 200 punten, jongens. Want de pokje zit er namelijk toch al op. Dus even 200 punten extra binnenslepen. Hoppatee. Counter UAV heb ik weer uit mijn care packs natuurlijk. Ik zal ook een keertje wat chills krijgen, joh. Maar niet eens. Ik heb nog één orbital, maar het pokje zit erop, man. Hoppatee. Heerlijk. Heerlijk potje gespeeld. 54-5 is mijn eindscore. 10 captures, 12 defense. We hebben de nuclear gehaald. Ik zal mijn medals natuurlijk nog even in beeld te zien laten komen. Weet ik hoe ik dat wil noemen. Dus ik wil jullie bedanken voor het kijken naar deze Road to Commander aflevering. Als je nou hebt genoten, geef me alsjeblieft nou iets mogen natuurlijk. Want dat helpt mij enorm. Deze serie vind ik heel erg leuk om te doen. We zijn op dit moment level 43. Dus we moeten nog 12 levels. Dan hebben we de prestige gehaald. En dan moeten we natuurlijk ook nog een keertje die Lodestar uit ons care packs halen. En hoe lang dat gaat duren. Ik heb werkelijk geen flauw idee, maar ik zal nog eventjes de stats op dit moment laten zien. En natuurlijk de nuclear nog even laten zien. Dus even kijken wat er in mijn beeld komt. Ja, brutal, bla bla bla. Hier, nuclear, let's go. En twee unstoppable mails, dus dan een 32 streak. Dan leave ik, dan kijken we even naar barracks. En dan zie je hero staan, 4,83 kill death ratio, 1,41 win-lose ratio. Dat komt omdat ik heel veel potjes moet leven omdat ze al bijna zijn afgelopen ofzo. En dat is natuurlijk heel erg irritant. Kom ik in een potje afgelopen en dan krijg je natuurlijk loser bij. En dat telt ook allemaal mee voor je win-lose ratio. Maar daar kijken we dus niet naar. 4,83 kill death ratio, 667 score per minute. En we hebben al 4 uur, 42 minuten en 53 seconden gespeeld. Bedankt voor het kijken mensen, vergeet niet te liken. Tot de volgende keer maar weer. Bye bye.